Ja, ik ben Luc Bos. Ik kom uit Emmen. En de schapen komen van het Bargeveen, een Hoogveen Natuurreservaat in Zuidoost-Drenthe. En nu hier, hoeveel lopen die hier? Hier lopen er op het moment 46. En dat zijn graseters, neem ik aan, want daar gaat het eigenlijk om. Ja, dat is de bedoeling hier. Bedoel, ze moeten hier de boel een beetje kort houden onder die panelen. Vandaar dat ze hier nou gearriveerd zijn. Voor ons is dit ook de eerste keer. En het leek ons leuk om daar ook eens wat ervaring mee op te doen. Normaal begrazen wij met de schaam voornamelijk heideterreinen, Zuidoost-Drenthe. Maar ook het stadsgroen in de stad Groningen. En op het moment staat er een kudde voor het provinciehuis ook gras te eten. Om de boel daar kort te houden in Assen. Nou ja, zo variëren wij een beetje met de boel. En nou zien we hier het gras zeg maar kniehoog. Hoe lang duurt dat zo? Ja, dat kan eigenlijk moeilijk inschatten. Ik hoop dat, ik dat zo... We hebben dat een beetje begroot op ongeveer een ronde van 3 weken. Dat zie je lopen. En dan moeten ze het kort hebben. En dit is nog een vrij jonge groep schapen. Het zijn allemaal 1-jarige schapen, enters. Ongetwijfeld zal daar een bepaalde rangorde in zitten, maar die kan ik zo op het moment niet beoordelen. En verder, u hoeft hier niet de hele dag bij te zijn met de hond en dat hoeft allemaal niet? Nee, dat doen we elders wel. We hebben een aantal geschepende kuddes, zoals je dat noemt. Maar hier is alles afgerasterd en hier is de watervoorziening, dus hier komen af en toe even controleren. En we hebben een kennis in Zwolle die regelmatig even komt kijken. We zijn heel benieuwd. Ja, wij ook. Ja, het is voor ons ook voor het eerst.